AZ stond even bovenaan, maar Feyenoord heeft de koppositie weer terug na de 2-1-zegen op SC Heerenveen. Hoe vond jij Feyenoord voor de dag komen in Friesland? Nou, ik vond de eerste tien minuten waren ze heel erg slordig, uh, niet scherp. En dat hebben we vorige week eigenlijk ook al gezien tegen PSV. Brons ook niet scherp en ja, dat kunnen ze zich gewoon niet voorloven. Tegen NEC was het ook uh, matig. En Alleen uh, Heerenveen was uh, de ploeg die het uh, niet kon afstraffen. Ze scoorden weliswaar, maar ja, Nunnely stond gewoon buitenspel. Ja, en dan kan je zeggen van... Ja, uh, moet dat. Hè. Het is een millimeter. En, uh, maar ja, buitenspel is buitenspel en daar hebben we de var voor. En Van Hooydon kreeg twee levensgrote kansen. Ja, daar moeten gewoon één of twee moeten ervan zitten. En dan loopt Feyenoord achter de feiten aan. En in de Kuip kunnen ze alles wel recht uh, zetten. Maar of ze dat in Heerenveen ook hadden gekund, ja dat, uh, dat zullen we nooit uh, te weten komen. Want na die tien minuten, toen gaf Feyenoord gewoon het initiatief. En toen werd het eigenlijk toch wel heel makkelijk uh, 2-0. Alleen in de slotfase kwamen ze nog even in de problemen... naar, de, naar die geweldige goal van... Uh... Siep van Ottele. Siep van Ottele, ja. Stond er net He, in, hè? Ja, wie, wie kent hem niet? Volgens mij was het de eerste bal die hij raakte. Ja. Maar daarna uh, ja, wankelde Feyenoord wel één of twee keer. Maar echt gevaarlijk uh, werd Heerenveen niet meer in de doelmond. Dus uh, ja, dit is, zijn wel de wedstrijden die je moet uh, zien te overleven. Als Feyenoord zijnde wil je kampioen worden. En uh, ik vond wel dat Feyenoord een beetje het, uh, nou, teken, het geluk had van een, van een kampioen. Ja. Maar, Kukzu... De aanvoerder is zaterdag geschorst hè, na zijn vijfde gele kaart. Ja. En dan komt AZ op bezoek in de Kuip. Um, hoe groot gaat dat gemist worden voor Feyenoord dat ja, hij niet gaat... mee kan doen? Ja, het gaat enorm gemist worden. Uh, alleen uh, het is een wedstrijd waarvan ik denk uh, dat de overige elf die wel uh, in het veld komen, die zullen zo gebrand zijn om een goed resultaat en, en de motivatie hebben om ook uh, uh, de afwezigheid van Kukshu uh, op te vangen, ook naar Kukshu zelf, hè, want dat is wel de grote aanjager en de leider van Feyenoord in. Alles. Het is sowieso een gemis, uh, uh, Kukchoe. Maar ik weet niet of het zich zo laat voelen. zoals je nu zou denken. dat het zich zo zal laten voelen. Uh, de aanvoerder en de, de leider is weg. Uh, en de broer stort in elkaar. Ik geloof daar geloof ik niet zozeer in. Ajax speelde twee weken geleden tegen Excelsior. een hele zwakke eerste helft. maar een goede tweede helft. En eigenlijk tegen RKC. ja, een beetje hetzelfde recept hè. Weer een hele zwakke eerste helft. maar een veel betere tweede helft. Hoe kan dat toch? Ja, en, en het was nu ook thuis. Er de, de werd beloofd een, een spektakel. Beloofd. Nou, dat kwam er helemaal niet van. Ajax gaf wel heel veel druk. Maar na twintig minuten was de boel wel uitgeraasd. En uh, toen konden ze het niet meer opbrengen. Toen ja, ontstonden er zo verschrikkelijk veel grote ruimtes. Ja, En RKC, dat kan heel uh, lekker combineren. En dat weet elkaar allemaal goed te vinden. Jozef Oosting heeft er echt een leuk ploegje van gemaakt. En ja, toen was RKC gewoon de gevaarlijkste ploeg uh, op het veld... In, in de Johan Cruijff Arena. En dan, en dan zie je al direct... Hoe kwetsbaar Ajax nog steeds is, zeg maar, in, uh, of uh, bij balverlies. En uh, ja, Seuntjes profiteerde daar heel goed van. In de tweede helft gooide Heitinga het om. Er waren een paar goede wissels die hij deed. Aanvallend ging het wat beter met Bobby erbij. Want dan had je een echte spits. Want Ajax had eigenlijk geen echte doelpuntenmakers. Dus, uh, Tadic is tegenwoordig meer van de assist dan van de goals. Uh, Berghuis ook. En Klaassen ja, zit ook niet in de beste periode van, uh, van het seizoen. Dus uh, Ajax heeft gewoon moeite met goals maken. En gelukkig herstelde Heitinga dat door uh, Bobby in te zetten. Ja, die was ook degene die de 1-1 maakte. En daarna ging het, ging het vrij, uh, vrij makkelijk. hoor. Heb jij zaterdagavond ook zo genoten van uh, Xavi Simons? Ja, waanzinnig, echt. Eh, die goal, die was, ja, dat was gewoon toch... Eh, er zijn een aantal hele mooie goals gemaakt. Hè. Uh, onder andere bij Heerenveen Feyenoord. Uh, ook nog van... Uh... Onze Mexicaanse vriend Jiménez. Uh... ja. maakte ook een hele mooie goal. Maar die van Simons, die, die, ja, die sprong recht bovenuit. Hè. Hoe die, die bal in eerste instantie achter zijn standbeen om controleerde. Dat hij direct goed lag voor zijn rechterbeen en de, de verre hoek vond. Dat is gewoon de grote animator van, uh, van dit PSV. En het is een genot om naar te kijken. Hè. En het kan niet anders dan dat Ronald Koeman uh, gebruik van hem gaat maken. En ja, hij heeft op dit moment, uh, denk de beste vorm te pakken. Bijna van alle internationals die iedere week. Uh, Ziet spelen. Dus ja, ik neem aan dat, uh, dat er voor hem uh, bij het Nederlands zelf al op korte termijn een mooie toekomst uh, ligt. En op lange termijn denk ik dat hij uh, aan, aan kan sluiten bij uh, de top van Europa. Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij FC Twente. Komt dat nieuws voor jou als een verrassing? We wisten wel dat uh, Ron Jans en uh, Jan Stroeyen, de technisch directeur bij SC uh, Twente, dat die uh, zich uh, aan elkaar hebben verbonden. Ja, Als de een zou opstappen, zou de ander ook opstappen. Maar Jans zei dat hij dezelfde beslissing heeft genomen tien dagen geleden, meen ik. Het verrast me aan de ene kant wel. Uh, en aan de andere kant kan ik hem ook wel enigszins voorstellen. Want Ron Jans heeft gewoon geweldig werk gedaan bij SC Twente. Heb ze. Uh... Uh, bij de hand genomen, gekwalificeerd voor uh, de voorronde van Europees voetbal. Nu doen ze geweldig mee bij de top 5 van, uh, van Nederland. Ze spelen heel aantrekkelijk voetbal. Het zijn jongens die allemaal doorbreken. Maar wat, wat is de toekomst? En ik vond ook wel dat binnen de club, of vanuit de club, vanuit de uh, cluborganisatie nooit echt werd uitgesproken: we moeten Ron Jans uh, houden. We moeten hem behouden voor de club. En uh, voor Jan Strooijer gold eigenlijk hetzelfde. Terwijl die twee zijn voor mij wel de grondleggers van het huidige SC Twente.